Nathan van der Gunst, beter bekend als YouTuber Asset, heeft na zijn veroordeling een opmerkelijke crowdfundingcampagne gelanceerd om de schadevergoeding aan de ouders van een reuzengommer te financieren. De teller op de website schoot in no-time omhoog, waarbij binnen 20 minuten al meer dan 6.000 euro werd ingezameld. Het bedrag staat inmiddels op indrukwekkende 155.000 euro en het blijft snel stijgen. Volgens Asset zelf is de crowdfunding gestart op verzoek van zijn publiek, omdat meerdere fans al eigen inzamelingsacties waren begonnen. Hij wilde het geld op één plek verzamelen. Het doel was oorspronkelijk gezet op 20.000 euro, wat overeenkomt met de voorlopige schadevergoeding aan de ouders van een reuzengommer nadat hun restaurant werd belaagd met negatieve recensies als gevolg van Assets beruchte video. Opvallend is de diversiteit van de gedoneerde bedragen, variërend van 5 euro tot maar liefst 1600 euro. De steun voor zowel Asset als voor de familie van Sanda Dia, het slachtoffer in kwestie, is duidelijk te zien aan de reacties van de donateurs, waarbij de oproep Justice voor Sanda vaak terugkeert. Bekende Vlamingen, waaronder de bekende DJ Just en Average Rob, hebben ook hun steun betuigd door te doneren. Van de Gunst benadrukt dat hij geen donaties van kinderen wil ontvangen, zelfs niet met de kredietkaart van hun ouders, uit angst voor juridische repercussies. Hij schrijft hierover: Ik wil niet naar de gevangenis. Dat hangt dus echt boven mijn hoofd lol. Het opvallende is dat het overschot van het ingezamelde geld zal worden geschonken aan de Sanda Dia Foundation. Dit is een fonds opgericht door de vader van Sanda Dia, dat jongeren de kans biedt om op een veilige manier West-Afrika, Senegal, te ontdekken. Met begeleiding en de juiste ondersteuning. Deze nobele geste lijkt te wijzen op een streven naar een positieve wending te midden van de controverse rondom Assets' veroordeling.